Hi, ik ben Rosanne van Kemperkeuken. Samen met Actie ga ik vandaag een lekker zomersgerecht maken. Het is een gnocchi geïnspireerd op onze reis die we hebben gemaakt door Slovenië. Laten we gaan koken. Rooster de pijnboompit in een droge pan lichtbruin. Zet apart. Bak de gnocchi in een scheutje olijfolie rondom lichtbruin. Haal uit de pan en zet ook apart. Snijd de aubergine, de trostomaten en de zoogdoogtomaat in kleine stukjes. Verwarm olijfolie in een pan en bak de aubergineblokjes in 5 tot 10 minuten lichtbruin. Voeg de tomaat, de zoogdoogtomaat, de olijven en de kappertjes toe. Voeg de gebakken gnocchi toe en maak op smaak met peper en zout. Roer alles goed door elkaar en verwarm nog 2 tot 3 minuten. Schep de gnocchi op en maak het af met rucola, pijnboompitten, vers geschaafde parmezaan en nog wat lekkere olijfolie. Met dit gerecht waan je je even in Slovenië. Eet smakelijk!